Vrijdagochtend werden op de politieacademie aan de Komowijnenstraat te Zorg en Hoop in Paramaribo-Zuid politieofficieren bevorderd naar de naast hogere rang. Waarnemend minister van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn voerde daarbij onder andere het woord. Het heeft niet in de bedoeling gelegen om vandaag hier te staan en iets te zeggen dan u te feliciteren en u veel kracht, wijsheid toe te wensen in deze nieuwe uitdaging. U heeft dat allemaal nodig. We hebben in de afgelopen jaren persoonlijk genoeg boodschappen aan u meegegeven voor de klas. En met name voor degenen die vandaag bevorderd worden tot inspecteur van politie. Die hebben in de afgelopen periode van de verschillende docenten goede raadgevingen meegehad. Hoe zij zich zouden moeten gedragen in de praktijk. En daar heeft u ook vandaag nog wat extra moed gehad van de procureur-generaal richtlijnen die belangrijk zijn voor uw functioneren. We hoeven niet in herhaling te treden. Het is van groot belang dat die gemeenschap die bijdrage die u zult moeten leveren van u verwacht. Dat weet u. Dat hoeven we niet hier te staan en opnieuw te zeggen. Heren, dames, aankomende officieren. Ik doe een beroep op u. Laat die gemeenschap niet teleurgesteld raken. En laten wij samen onze schouders aan het werk zetten. Om, net zoals ik eerder zei, het gevoel van veiligheid terug te brengen in die samenleving. Ik feliciteer u nogmaals. Ik feliciteer de korpsleiding. Ik feliciteer het korps als geheel in die totale samenleving met deze dag. Dat we de plechtigheid van dit fysiek bevorderen vandaag, vooral als het gaat om de onderinspecteurs die afgestudeerd zijn aan de inspecteursopleiding, ruim een jaar na het afstuderen doen, is niet alleen het resultaat van een trage administratieve verwerking. Zoals bekend is er veel te doen geweest omtrent onder andere de wijze van bepaling van de anciëniteit en de toepassing van de regelgeving daarbij. Ook is mij verweten heimelijk en tegen afspraken in documenten in dit verband te hebben aangeboden aan het bevoegd gezag. Maar ik zal vandaag de stemming niet drukken met die ontwikkelingen, zeker rondom mij en mijn functioneren als korpschef, die zich de afgelopen 2 maanden hebben voltrokken. Vandaag worden er 27 mensen bevorderd naar de rang van hoofdinspecteur, 3 naar de rang van inspecteur van politie eerste klasse, 4 naar de rang van inspecteur van politie tweede klasse en 71 onderinspecteurs naar de rang inspecteur van politie, derde klasse. Dit is mijn laatste formele handeling binnen het Korps Politie Suriname als korpschef. Voor mij staat een nieuwe uitdaging voor de deur buiten de politieorganisatie. Ik zal vol passie terugdenken aan de mooie tijden die ik heb gekend tijdens mijn loopbaan binnen het KPS. De minder prettige momenten en de grote uitdaging die ik heb ondervonden zullen voor mij de voedingsbodem zijn om te trachten mezelf beter in te zetten op de nieuwe plek waar ik naartoe ga. Vandaag markeert een bijzonder moment voor het Korps Politie Suriname. 1 waarvan bij de bevordering naar een naast hogere inspecteursrang en met name het komen versterken van het korps van inspecteurs. Dit zeker zal bijdragen tot versterking van het Korps Politie Suriname. De wetgever heeft ervoor gekozen om u, dienende binnen het Korps Politie Suriname, uit te rusten met bevoegdheden, niet met machtsmiddelen. En dat moet u uzelf heel goed realiseren. En bij de hantering van bevoegdheden, dames en heren, gaat het erom dat u die bevoegdheden pas kunt hanteren
wanneer u tegenover ziet staan iemand ten aanzien van wie op basis van feiten en omstandigheden een verdenking is geuit. Zonder verdenking geen hantering van bevoegdheden. Want we hebben in de afgelopen jaren, en ik heb de telling niet bijgehouden, onder de huidige korpschef, maar ook daarvoor, momenten gehad waarbij we moesten registreren dat hulpofficieren ernstig en bij herhaling ernstig over de schreef waren gegaan om hun bevoegdheden te hanteren met een duidelijk ander oogmerk. Niet met het oogmerk van strafvordering. En dan staat er niet veel keus, maar om de minister te adviseren betrokkenen die bevoegdheid te ontnemen. Laat dat u niet overkomen. U heeft met mij en met de collega's binnen het Openbaar Ministerie op zich genomen om die samenleving te dienen. En die dienende taak moet u op een respectvolle wijze tot uiting laten komen. Nou, het is een groot moment voor het korps. Degene die de afgelopen 2-3 jaar de opleiding hadden gevolgd, zijn vandaag bevorderd. En het korps is versterkt met degene op een bepaald niveau die bevoegdheden hebben, krachtens de wet. En maar nog sterker, die gemeenschap rekent op deze mensen dat met het versterken van het korps met deze officieren, dat de criminaliteitsbestrijding op een betere manier zal worden aangepakt. Wij vertrouwen erop, en dat heb ik ook de mensen gevraagd vandaag, om de mensen het gevoel te geven van veiligheid. De gemeenschap die heeft werkelijk behoefte aan een beter gevoel van veiligheid. En dat is voor ons erg belangrijk. We moeten niet alleen dit met onze met de woorden uiten, maar ook in de praktijk heb ik dus de officieren gevraagd om zich in te zetten om deze verrijking, deze versterking van het korps te gebruiken, te benutten, om beter gemotiveerd leiding te geven aan de rest, initiatieven te ontplooien die belangrijk zijn, omdat wij als samenleving rekenen op de politie. We hebben 70 onderinspecteurs bevorderd naar inspecteur van politie. En dat betekent dat we op sommige functies nu volwaardige medewerkers hebben, omdat ze dan in de juiste rang zijn. Dat is de ene kant. En de andere kant betekent dat voor wat betreft de situatie met hulpofficieren van justitie, een verlichting op de werkdruk op de overige hulpofficieren van justitie is gekomen, omdat er 70 bij zijn gekomen. Het is genoegzaam bekend dat ik schriftelijk de president gevraagd had om mij te ontlasten. En hij had daarop gevraagd wat ruimte om een besluit te nemen. Uiteindelijk hebben we overeenstemming bereikt over de datum. En die datum is in aantocht. En na vandaag zal ik geen formele handelingen op weg naar die datum meer plegen. Dus vandaar dat ik gemeend heb het aan het groter gehoor hier, een hele groep medewerkers, ook formeel te zeggen dat dit mijn formele laatste handeling is als korpschef. Hoe weet je welke datum het is? Nee, dat hou ik nog even geheim. Maar dat is heel nabij. Oké. We hebben ook opgemerkt, we hebben 2 leden van de bond vandaag hier gezien. Van hun wordt vernomen dat de bond niet is uitgenodigd. Maar is dat waar? Nou, laat mij zeggen dat ik niet de gastenlijst samenstel en dergelijke. Er is een speciale commissie die dit soort dingen voorbereidt. Maar er is niks aan de hand. Als kan zijn dat het is overgeslagen of zo. Maar op zich, ik weet er inhoudelijk niet zoveel van. Maar op zich, als ze niet zijn uitgenodigd en ze zijn er toch geweest, is dat heel fantastisch. Want dat geeft aan dat ze zich betrokken voelen bij het gebeuren binnen de organisatie, binnen het Korps Politie Suriname. U heeft de president gevraagd om u te ontlasten en er zou nog gewerkt worden aan een structurele oplossing tussen de korpschef en de bond, want er waren wat stribbelingen. Is dat stukje wel aan de orde gekomen voordat u vertrekt? Voor mij is dat niet opportun om te werken aan strubbelingen wegwerken met de bond. Vooropgesteld dat er voor mij geen enkel strubbeling met de bond is.
En de president heeft zijn eigen bevoegdheden en daar kom ik niet aan. Maar uiteindelijk heb ik het besluit genomen en ik blijf bij mijn besluit. Blijft u by the way binnen het ministerie van Justitie en Politie? Als, ja, u kunt tenminste die indicatie geven. Dat is een heel strategische vraag, maar als ik daar ja of nee op zeg, dan heb ik het antwoord op de volgende, op de eerdere vraag al. Opmerkelijk was het dat het bestuur van de Surinaamse Politiebond niet was uitgenodigd voor de plechtige ceremonie. In principe zijn we hier gekomen, want onze leden worden bevorderd. Meneer Gentel die wordt ook bevorderd, dus ik ben samen met hem gekomen. Maar we zijn er meer hier om onze leden, want we zijn niet echt uitgenodigd door de korpsleiding. En dat vinden we trouwens ook niet erg, begreep u. Want we praten ook niet meer met ze. En na 15 gaan we weer met ze praten, dus we vinden het wel niet erg. Maar we zijn hier voor onze leden. Okay. Uiteindelijk ziet het er naar uit dat een actie van de bond uiteindelijk ertoe heeft geleid dat de korpschef vandaag heel duidelijk heeft aangegeven dat dit haar laatste formele handeling is als korpschef. Hoe stemt dit jullie? Kijk, bijna. Voor mij eigenlijk heb je geen reden om te feesten, want het is een korps. Het is een korpslid, een bondslid die eigenlijk eruit gaat. Maar als je moet kijken wat zich allemaal heeft gedaan, nou ja, dan zeg ik. Wat we daar ook zo zetten, het zou beter gaan. Geloof de meesten zelf, want dat zou het beter doen. Hebben jullie inmiddels al gedacht aan hoe jullie korps in feite verder geleid zou moeten worden? In elk geval hebben wij in een aantal overleggen met het bevoegd gezag. Hebben we dus aangegeven dat we wel bereid zijn om wat nuanceringen aan te brengen. Dat stelt zoveel in dat degene die dus nu waarnemend plaatsvervangend korpschef is. In de functie van waarnemend korpschef gaat, dat is commissaris Shin. En dan hebben we weer wat overlegmomenten gepland. En dan gaan we praten hoe de verdere invulling van het managementteam eruit zal gezien. Ik ben hier vandaag om zelf ook bevorderd te worden tot inspecteur van politie derde klasse. Maar ik ben niet in een bepaalde euforie stemming. Daar hebben zich een aantal zaken voorgedaan in het verleden. En waardoor ik dus mijn bevordering destijds heb misgelopen. En intussen ben ik hier vandaag om een bevordering te halen die ik 24 maanden terug zou moeten hebben gehad. Ik begrijp dat dat niet echt maakt dat je in een bepaalde euforie stemming verkeert. Maar al met al ben ik er om die bevordering te halen. En dan zien we verder. Kijk, 98 mensen zijn aan cursus te zijn geslaagd. Men neemt nu gewoon 70. En men laat gewoon 28 erbuiten. Wat verwacht je van die 28? Er zijn 48 hoofdinspecteursplaatsen. Volgens mij zijn er... 28. Niet 48. Nee, er zijn 48, maar er zijn vandaag 28 maar bevorderd. Dus er zijn nog een aantal plaatsen. Wat doe je met die plaatsen? Dus je laat mensen gewoon erbuiten. Ik ga een paar namen noemen die jullie zeer zeker kennen. Denk maar aan meneer Naarden. Denk maar aan meneer Debi Tewari. Begrijpt u? Inspecteur Starke. Dus zo kan ik nog een paar namen noemen van mensen die keihard hebben gewerkt. En gewoon dus zonder een duidelijke motivering laat je die mensen erbuiten. Zo werkt dat ding niet. Er is een stelsel samen van regels. Je kan niet doen wat je hebben wilt. En dat is wat er in KPS gebeurt. En men is zo machtig, er is niets en niemand dat ze een halt terug kan roepen. Maar gelooft u mij, op termijn komt het wel goed. De Rijk heeft als persoon, en de toevalligheid wil dat hij bestuurslid is van de Surinaamse Politiebond, maar als persoon heeft hij met nog één lid van de Surinaamse Politiebond en nog 8 anderen een zaak aangemaakt tegen de staat Suriname. Dat is gisteren gebeurd. Er waren dus 3 vorderingen en de eerste vordering is afgewezen. Het is een tussenvonnis. Komende week donderdag komt het eindvonnis. En dan zullen we wel zien hoe dat gedeelte afloopt. Maar om terug te komen op het gedeelte van die motivatie. De gemiddelde politieman is gedemotiveerd. En dan gaat het niet om geld. Want de zaken die gerealiseerd zouden moeten worden voor ons, voor onze leden, die behelzen nu geen geld. We hebben geen wensenpakket op tafel gelegd als meneer Valies. Wat wij op tafel hebben gelegd zijn rechtspositionele aangelegenheden. Zaken die binnen de administratie kunnen worden afgehandeld. Maar dat lijkt een probleem te zijn. Wij hebben destijds aan de minister Van der Zand duidelijk gemaakt dat een rijbewijs en het hebben of het halen van een sporttest wel een juridische aangelegenheid, maar een onduidelijke feitelijke grondslag heeft. Dat betekent dat die korpschef bij het implementeren van die maatregel
eigenlijk een bevoegdheid naar zich heeft toegetrokken die hij niet had. Mevrouw Daniel heeft op haar beurt dat beleid voortgezet. En dat heeft gemaakt dat nu bijna 300 politiemensen achterlopen in hun bevordering. Hoe denk je dat gedemotiveerde medewerkers, veiligheidsmedewerkers, kunnen zorgen voor de veiligheid in die maatschappij? Dat heeft het niets te maken met geld. Als die overheid geen geld heeft, we hebben ook periodes gehad waar er geen geld was. Maar door de creativiteit van medewerkers is het gelukt om die criminaliteit in te dammen. Maar ik ga u eerlijk zeggen, als de beleidsmakers het niet inzien dat die demotivatie goed is ingeslagen in die organisatie, dat die organisatie failliet is qua motivatie, failliet is qua integriteit, failliet is qua moraal, dan is het einde zoek. Dan mogen we als samenleving wel bang zijn, ja. En mogen we ons wel zorgen maken. Als land staan we er niet goed voor. Begrijpt u mij? Je kan niet een land zijn, je maar één korps. En er is zoveel ontevreden. Het gaat niet lukken. Dus we moeten echt heel veel doen. Ik moet u verontschuldigen voor het feit dat hij niet in uniform gekleed is. Vanwege het feit dat hij ook een late aanzegging heeft. Gentle, mag ik u uitnodigen naar voren te komen? Mag ik commissaris Stolk vragen om de distinctieven van aspirant-inspecteur die bevorderd wordt tot inspecteur van politie derde klasse te overhandigen aan Gentle? Deze meneer hoofdinspecteur Stolk, en ik zeg het, heeft Gentle het gezegd, heeft mij in deze positie geplaatst. Hij heeft van me gelogen bij de korpsleiding en heeft een rapport opgemaakt tegen de waarheid in. En dan vind ik het principieel. In principe heb ik even gedraald. Ik zat daar zo en ik heb even gedraald om die ceremonie niet te verpesten. Heb ik het een ontvangst genomen. Hij heeft dus in een rapport heeft hij dus aangegeven dat ik mij heb misdragen bij een stagebespreking bij de DSB-bank. En ik heb een opname waarin duidelijk af te leiden is dat ik mij niet heb misdragen. Maar omdat ze me destijds al een hak voor de voeten wilden zetten, hebben ze voor me gelogen, hebben ze me op korpsrapport gebracht en hebben ze me een tuchtstraf opgelegd terwijl ik in beroep was bij de president. En de directeur bij het kabinet van de president draagt er kennis van. Mensen hebben me gezegd, ja, je moet het liever niet zeggen. Wel, ik wil het vandaag zeggen. Ik wil het van het hart. En dat is het één keer gezegd. Ik heb een bandopname, een geluidsopname, waar hoofdinspecteur Stolk met name en mevrouw Acton, Georgina Acton, mij op papier hebben bezwaard. Nou, ik heb het volgens mij gistermiddag laat vernomen dat ik hier moest zijn. En ik heb geen uniform. De overheid heeft 6 jaar lang geen schoeisel voor ons aangeschaft. Toch? Terwijl we daar recht op hebben. En ik heb geen uniform. Ik heb geen lange mouw. Ik heb deze das van de politie en ik ben al 12 jaar in dienst. Om maar niet te praten over normale zaken waar je recht op hebt. Ik ben al 12 jaar in dienst. 10 jaar trouwe dienst moet je een speldje krijgen, een pin, een borstpin. Dat hebben ze niet eens voor ons. Nou, hoe wil je dat mensen gemotiveerd zijn? We hebben 2 leden van de bond vandaag hier gezien. Van hun wordt vernomen dat de bond niet is uitgenodigd. Maar is dat waar? Nou, laat me zeggen dat ik niet de gastenlijst samenstel en dergelijke. Er is een speciale commissie die dit soort dingen voorbereidt. Maar er is niks aan de hand. Als kan zijn dat het is overgeslagen of zo. Maar op zich, ik weet er inhoudelijk niet zoveel van. Maar op zich gasten niet zijn uitgenodigd. En ze zijn er toch geweest. Is dat heel fantastisch. Want dat geeft aan dat ze zich betrokken voelen bij het gebeuren binnen de organisatie. Binnen de Korps Politie Suriname. U heeft de president gevraagd om u te ontlasten en er zou nog gewerkt worden aan een structurele oplossing tussen de korpschef en de bond, want er waren wat stribbelingen. Is dat stukje wel aan de orde gekomen voordat u vertrekt? Voor mij is dat niet opportun om te werken aan strubbelingen wegwerken met de bond. Vooropgesteld dat er voor mij geen enkel strubbeling met de bond is. En de president heeft zijn eigen bevoegdheden en daar kom ik niet aan. Maar uiteindelijk heb ik het besluit genomen en ik blijf bij mijn besluit.